de Campina. Een groot natuurgebied tussen Boxtel en Oosterwijk, beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Aan de rand van de Campina, bij het verzetslaantje, is een speciaal monument geplaatst. Elk jaar komen daar veel mensen bij elkaar, altijd op de derde zondag van oktober, om te herdenken dat in de Tweede Wereldoorlog velen hun leven op het spel hebben gezet om de Duitse bezetters tegen te werken. Achter dit monument zit dus een heel verhaal. Broer van Houtem is de initiatiefnemer van het verzetsmonument. Hij vertelt dat hij een belangrijk ooggetuigenverslag in handen kreeg. Ik ben in 2000 in bezit gekomen van een brief. En die is geschreven door de toentertijd hoofdman van de verzetsgroep hier in Boxtel. En dat was Klaas Dekker. Mm-hmm. Niet te verwarren met zijn broer Roel Dekker, want Roel Dekker zat ook in die groep. Ja. Maar Klaas Dekker, die heeft in september 1944 een brief geschreven, waarin hij dus vooral de laatste 6 weken van de periode dat de geallieerden hier verborgen zaten in de Campina, mm-hmm, om dat op te schrijven als een soort dagboek wat er dus allemaal is gebeurd. En daar heeft hij ook ingezet welke mensen daarbij betrokken zijn geweest. Het waren dus niet alleen de verzetstrijders, maar het waren dus ook de mensen die de verzetstrijders ook weer hielpen. He, die dus assistentie verleenden op verschillende manieren. Maar zeker niet te vergeten, de boeren en de andere mensen hier in de omgeving, zelfs een bakker uit het centrum, mm-hmm, Die moesten zorgen dat er voedsel kwam. Na zijn pensionering is broer van Houtem op zoek gegaan naar mensen die in het verslag van Klaas Dekker genoemd werden. Hij spoorde een aantal verzetsmensen op. Onder andere Gabriel Sauer in Amerika en diens collega Marinus Verhagen uit S. Ik ben bijvoorbeeld in Doesburg terechter gekomen, nou, waar spuurwerk bij een man die uit Esch erbij zat, die een van de brutaalste mensen, hebben ze altijd gezegd, die erbij waren, dat is Marinus Verhagen. Dat was de jongste kerel in de verzetsgroep. Daar heb ik een hele middag mee zitten praten, heel interessant gesprek geweest. Oh. En het was best een beetje aangrijpend dat ik afscheid nam. Dat die man begon te huilen, want die had de ziekte van Parkinson. Hij zegt, ik vind het een uitstekend idee. Hij zegt, en ik hoop dat ik het nog mee mag maken. Helaas, we hebben het in mei onthuld en hij is in februari gestorven. Oh, dat dus hij heeft het niet mee kunnen maken. Nee. De airborne sergeant John Burke schreef over Marinus Verhagen in zijn rapport. Number 3, Marinus Verhagen, Goldstrat, E58, S, NB, occupation unknown, age 20. This boy was with us always and acted as a means of finding out if any Germans were near us. He also was the means of transportation of food to us at the risk of his life. In the incident, when the German deserters came to us, this boy put on a German uniform to guide the deserters to us. In het najaar van 1944 werden in deze omgeving veel gliders en trekvliegtuigen door de Duitsers neergehaald. Ze behoorden tot de luchtvloot die door de geallieerden werd ingezet in de operatie Market Garden. Die operatie duurde van 17 tot en met 26 september 1944. Op de tweede en derde dag kwamen verzetsmensen in contact met bemanningen van 2 gliders die in Bergershuizen bij S neergekomen waren. Zij verstopten die airborne soldaten in de bossen. Gabriel Sauer ging hulp vragen bij verzetsman Klaas Dekker uit Boxtel. Samen gingen ze naar de schuilplaats in een bos aan de Helweg bij Tongeren. Daar werd het te gevaarlijk, omdat steeds meer Duitse soldaten hier naartoe kwamen om te proberen het oprukkende Engelse leger tegen te houden. Dat bevrijdingsleger naderde uit de richting van Schijndel en Sint-Oederode. Voor de verstopte airborns moest een nieuwe schuilplaats worden gevonden in de Campina. De airborne sergeant John Burke schreef in zijn rapport: We stayed there
for 1 week, and then due to enemy activity, we decided to break through the lines under the guidance of Klaus Decker. We moved south, 3 miles southwest of Boxtel, on the 27th of September 44. On this move, we picked up 14 more Americans, and we stayed in a new location for 3 weeks. Our strength was then 43. During our stay here, we sent out patrols trying to find out the enemy situation. In de nacht van 26 op 27 september 1944 werden de airborns door verzetsmensen naar de zuidkant van de Campina gebracht. Gabriel Sauer vertelt hoe het eraan toe ging in de schuilplaats aan het riviertje de Beerse. But anyway, Klaus said, yeah, we have to find a better place. I think I know, but let's go and look. And he would go and look. And that is when he found a place at the Campina next to the creek. I stayed with the Americans. Right. There is really no way they cannot walk, go for a walk. That will be difficult. So you have basically a space of, let's say, here the first floor, where they all have to stay. Mm-hmm. We were able to get a large tarp, which Klaus convinced his boss to let him at least borrow it, which had been used to cover whatever was on the top of a railroad car. So it was nice, very long and big enough. Just a cover, basically, for rain if it rained, and gave you some protection. And of course, I imagine that mostly they stayed each with their own group. But they, okay, talked with each other. That was naturally, and basically each with his own group, because that was their unit. Yeah. And they knew each other, I presume, pretty good. And the others were buddies, mm-hmm. but still strangers. Mm-hmm. And then eventually, I mean, they were all, since they were all in that big space, and they came to talk with each other and said, oh, where are you from? Which town are you from? And how do you like that? And what, how are you married? And or whatever. Yeah. How many girlfriends do you have? Where? So. Real man talk, of course. Sergeant John Burke schreef over Klaus Decker in zijn rapport. This is the list of names. Number one is Klaus Decker. Undelstraat 13, Boxtel, Holland. He was the food administrator of Boxtel. This man contacted us on 24 September 44 and acted as our guide throughout our predicament. He furnished us with food during our stay in the various woods we occupied and informed us of surrounding German troops upon daily visits. Of our group, he was the first man to contact friendly troops at the risk of his life on 24 October 44. Voor de airborns die verstopt zaten, werd in het geheim brood gebakken door Bakker van de Laar, op de hoek van de Rechterstraat Kruisstraat in Boxtel. Zijn zoon, Walter van de Laar, kan het zich herinneren. Maar ik heb altijd begrepen dat het bijzonder in het geniep ging en dat mijn moeder hielp bij het eerste stukje van het vervoer. In een kinderwagen of iets van die naast, in ieder geval is het daar opgevangen door een jongen, maar ik weet niet precies wie dat geweest is, maar dat staat wel ergens beschreven, dat de jongen dat dan overnam, en die, want jongens van die leeftijd, ik geloof dat hij 12 of 13 was, die werden ongemoeid gelaten, en die transporteerden de broden, want daar ging het om, de broden, weer naar een adres waar ze in melkbussen gelaten werden, en als, ja, als melkboer vermomd ging dan een boer, of weet ik wie, ging dan naar de Campina om die broden daar af te leveren. En dat gebeurde elke dag. En dat is inderdaad nooit gezien. Broer van Houten bedacht een ontwerp voor het verzetsmonument. Klaus Decker heeft ook genoemd dat bijvoorbeeld het voedsel, dat werd naar de mensen toegebracht, zonder dat het erg opviel. En hier in de buurt, en vooral hier in de buurt, woonden veel boeren. En toentertijd bestonden nog geen melkmachines.
En gingen de boeren die gingen dan met een kam op de fiets. En dat waren dan herenfietsen met een stang erop. En er stond dan een melkkam op. En die melkkam die werd met het stuur en de armen in evenwicht gehouden. Ja. Dat was het minst opvallend voor die verzetsmensen om zich te gedragen als een boer. Die was wezen melken. Maar in de kam, daar zat dus het gekookte vlees, want al wat er dus verzameld was, dat zat in die kam. Vandaar dat het monument voorstelt een boer met een fiets en een melkkam. Han Dekker, de jongste zoon van Klaas Dekker, vertelt 70 jaar later. Roel en Klaas, ja, hadden de mogelijkheid om die voedselvoorziening te beheersen. En ze wisten dus welke boeren er goed waren en welke boeren er fout waren. Want daar gingen zij voor hun werk, gingen ze naartoe. Ja. En ze wisten ook welke boeren er NSB'er waren. Dus er staat in het verslag dat ze een varken gingen kopen. Nou, ja. Dat gingen ze dus niet bij een NSB-boer doen. Tenminste, dat lijkt mij niet handig. Ja? Dus, en dat slachten ze daar ook, dat kookten ze ook. Dus ze wisten een heleboel dingen waardoor ze veilig, relatief veilig konden werken. Ja. En dat zei mijn vader ook met een glimlach op zijn gezicht. Hij zei, ja, hij zegt, dan ging aan de voorkant ging het naar de Duitsers. En dan ging aan de achterkant ging er nog veel meer. De verzetsmensen Klaas en Roel Dekker werkten als controleur bij de crisiscontroledienst. Die dienst regelde de gemeentelijke voedselvoorziening in Bokstel. In die tijd moesten burgers 's avonds binnenblijven. Maar door hun functie mochten Klaas en Roel Dekker ook in het donker naar buiten. Levensmiddelen voor de airborne's die in de Campina verstopt zaten, werden in een melkbus vervoerd. Brood, boter, melk, drinkwater, fruit en ook gekookt vlees. Er was niet altijd een slager beschikbaar voor het slachten van een varken. Maar mensen waren veel handiger toen de tijd, dus die boeren zeiden van, dat kunnen we makkelijk zelf. Dus dat varken werd gehaald en ik meen dat het Gras van de Meiden was. Mijn vader was er in ieder geval bij. Ik geloof dat het Gras van de Meiden was. Die zei van, we pakken hem gewoon met de aks. Slaan we gewoon zijn nest in. Nou, hij ging dus helemaal mis. Ze sloegen dat varken dus een oor af, waarna die dus... Je weet hoeveel geluid zo'n beest maakt, hè? En ze ging keer, jongen. Ging die hele boerderij door. En zij met z'n allen achter dat beest staan om dus alsnog de genadeklap te geven. Daarna werd hij dus op een ladder opgespannen. Ja. Afgebrand en uiteindelijk gevild. Maar dat is een feest geweest, midden in de nacht, hè? Klaas Dekker schreef in zijn verslag: de Amerikanen waren zeer goed eten gewend en smeerden de boter ongeveer een centimeter dik. Ze aten het lekkerste van het zwijn op en gooiden de rest weg. Hiervoor stak ik een stokje en vertelde hen hoe wij moesten leven en dat er niets mocht worden weggegooid. Zij pasten zich direct aan. In de Campina werd de schuilplaats voor de airborne's ingericht voor een langer verblijf. In zijn verslag schreef Klaas Dekker: van het stromende water werd gretig gebruik gemaakt. Er werd gewassen en er werd geschoren en wederom liep de zaak op rolletjes. Ik smorgens er direct op uit om de voedseltoevoer, die plotseling de andere richting uitging, in orde te maken, waarbij Gabriel en Marines hard meewerkten. De tenten werden opgeslagen, de latrines gegraven, wapens gepoetst. Intussen verkenden Pruitt en Burke het terrein en werden wachtposten uitgezet. De voedselvoorziening werd omgelegd naar Campina, waar op boswachter Van Ham woonde. De zaak liep op rolletjes, maar het duurde niet lang. Frans Kapteins is de huidige boswachter. Hij heeft veel kunnen terugvinden in het archief van de Vereniging Natuurmonumenten. Op 1 oktober kwamen de Duitsers hier naartoe en wilde eigenlijk boswachter Van Ham arresteren, maar die was gelukkig op tijd gewaarschuwd. Die is ontsnapt, is ondergedoken bij de schoonouders van Geert van der Meijden in Haren. En zodoende was hij dus niet opgepakt. Hans Dekker, zoon van verzetsman Roel Dekker, vertelt: Klaas en nog een helper uit het kamp
komen vanuit die richting aangelopen. Onderweg komen ze Gerard van der Meijden en zijn vrouw tegen, die kennelijk ook op weg zijn naar het kamp, want ze hebben bagage bij zich, wat waarschijnlijk bevoorrading zal zijn. Samen besluiten ze verder te lopen en een van de voorlopers bemerkt dat er een man wegspringt in de bosjes. Klaas was in het bezit van een klein pistool en besloot polshoogte te gaan nemen bij de wegspringende man. Uiteindelijk bleek het een Duitser te zijn in burgerkleding die gedeserteerd was. Klaas sommeerde hem echter om zo snel mogelijk weg te wezen. Natuurlijk wel in de richting van het kamp af. Klaas Dekker schreef in zijn verslag: ik stak het pistool in de lederen holster en deed het in mijn binnenzak. Na alles te hebben weggebracht, gingen wij terug. Bij het huis Campina aangekomen, sprong plotseling een Duitse onderofficier op mij toe. Gewapend met een mitrailleurpistool en schreeuwde: halt, hende hoog! Wij drieën voldeden daaraan direct. Hij vroeg om mijn persoonsbewijs. Ik nam mijn portefeuille, opende het, nam mijn persoonsbewijs en gaf het hem. Hij vroeg: wann geboren? Ik zei: 16 november 1909. Hij gaf mijn persoonsbewijs terug. De mof begon daarna direct mijn zakken na te voelen. En toen hij intensief mijn rechterbroekzak inspecteerde, waar veel en veelsoortige prullerijen in zaten, nam ik mijn pistool uit mijn linkerbinnenzak, stak dit met holster tussen mijn portefeuille en stak de handen ferm omhoog. De mof zocht hoger in mijn zakken van het jasje, mijn overjas, mijn binnenzakken, beklopte mijn borst, zocht onder mijn schouders, maar vond niets. Hij begon aan Gerard, doch die had niets bij zich. Het waren benauwde ogenblikken, vooral daar ik constateerde, toen de eerste mof bij mij aan het zoeken was, een tweede schietend gereed in een hinderlaag stond. Wij gingen het huis Campina niet binnen en liepen er langs. Klaas Dekker was dus door het oog van de naald gekropen. Het kleine officierspistool werd niet gevonden. In zijn verslag schreef hij verder: ongeveer 300 meter van het huis ontmoetten we een vrouw die op Campina was toen de moffen daar aankwamen. Het ging om Van Ham, want hij had Engelse piloten verborgen. Als ze hem niet kregen, zouden ze zijn vrouw en dochter doden. Wij liepen nog wat door om geen argwaan te wekken. Plotseling springt Van de Ham uit de bossen en Klaas en Gerard leggen hem uit wat ze zojuist hebben gehoord. Ze besluiten terug te gaan naar het kamp, maar nu niet meer via de weg, maar dwars door de bossen en de struiken. Eenmaal in het kamp aangekomen, vertelt Van de Ham dat hij inderdaad twee onderduikers heeft. Klaas, Gerard van der Meijden en zijn vrouw vertellen de situatie zoals die op huize Campina is en dat ze van de vrouw hebben gehoord dat ze duidelijk Van de Ham zochten met bedreiging zijn vrouw en dochter te doden. Van Ham, ja. Van Ham. He had two Rijksduitsers, as they called them, in home, who had been forced into the German army, even so they lived in Holland, and were possibly even naturalized, but they still considered them German. They were there and they were stopped on the road somewhere when they were walking around and asked for papers, and they didn't have any identification papers. He said, I left them at home. So, okay, they went back to Van Ham's home, and they went, okay, they waited, the Germans waited, and they went in and walked out the back door. So they, after, okay, a little while, they became anxious and then got angry after they couldn't find them. And so they started threatening the lady of the house, and the others, and marines met one of those Duitsers, Germans, and he went to the camp and got a group of paratroopers went with him, and they went to the house
and the Germans were already trying to, okay, acquire some more property for themselves. Sergeant John Burke meldde dit incident ook in zijn rapport. One patrol engaged the enemy, who was attempting to burn down a farmhouse. We drove them away, capturing their bikes and ammunition. We had no casualties. Wij rukten uit. 16 Amerikanen onder leiding van Burke, gewapend met Tommy guns, karabijnen, geweer en handgranaten, gingen op Campina aan. Ik voorop. 100 meter erachter Jan Kwant en elke 10 meter erachter een Amerikaan. Helmen gecamoufleerd. Wij rukten op, gingen een grote diepe sloot in die ons tot op 100 meter van het huis voerde. En de laatste Amerikaan zou in die sloot stappen, toen hij twee moffen en een burger zag aankomen. De moffen schenen ook wat te hebben gezien, want een hunner schoot op Boepertang met zijn mitrailleurpistool. Direct erop schoot een der Amerikanen met zijn geweer, hetgeen een vrij wat degelijker geluid geeft dan een mitrailleurpistool. Wij wachten wat er gebeuren zou, doch er deed zich niets meer voor. Na een korte schotenwisseling wordt het ineens rustig en de jongens gaan allemaal terug naar het kamp. Uiteindelijk sturen ze Gabriel Sauer terug naar Huize Campina om polshoogte te nemen. Hij ontmoet daar de vrouw van boswachter van de Ham en hun dochter. Die vertellen Gabriel dat de wolven zijn gevlucht en samen besluiten ze snel nog wat spullen uit het huis te dragen. Want ze kunnen hier dus niet meer blijven. Op voorhand weten ze al dat er nog meer staat te gebeuren. Ze hebben in ieder geval hun vrijheid en moeten voor de nacht worden ondergebracht. 2 oktober daarna hebben ze zeg maar, het hele interieur helemaal kapot geslagen. Hebben ze met handgranaten zeg maar, het huis doen ontploffen. En het was dus helemaal plat. Er lag dus echt helemaal was er niks meer van over. Uiteindelijk heeft boswachter van Ham later door Natuurmenten gebouwd in 1948 weer in zijn huis kunnen intrekken. Ik was een 100 meter van het kamp toen ik, komende uit het veld, geknetter hoorde en rook zag opstijgen van de plaats waar ik Huize Campina wist. Het huis stond in brand. De vervloekte mof was teruggekomen en had de boel in brand gestoken. Huize Campina was vernield door de Duitsers. De voedselvoorziening moest via een andere route worden geleid. Onder meer via Hoeve Banusveld van Leo Kurtjens. De hoeve van Kurtjens lag aan de overzijde van de smalle stroom, ongeveer 20 minuten lopen van de plaats waar het kamp lag. De weg erheen was goed gedekt en konden wij het grootste gedeelte ongezien naar achteren. De zoon van Kurtjens en zijn vriend Jan van Houtem hielpen ons met het verslepen van voedingsmiddelen. Om in het kamp te komen moesten wij over de stroom, die soms ondiep, soms diep was, al naar de watermolen van Sporendonk het water ophield of liet lopen. Jongen, wat is dat voor allemaal? Oud-verzetsman Jan van Houtem staat na 70 jaar weer bij zijn onderduikadres aan de Koevoortseweg in Lennesheuvel. In 1944 was dit de boerderij van Sjaak Kurtjens. Ik denk dat ik weer een slechte nacht heb. De oom van een vriend, die woonde op Hoeve Banusveld. Waar denkt u aan? Aan het Schermbeerveld. Die Duitsers, daar moesten wij vooruit kijken. Ik sniet niet voor niks in de hooiberg, hier, in de hooiberg. En als het koud was, heel koud was, in de winter, dan mocht ik boven het vee slapen. Boven het vee. Maar de rest in de hooiberg. Die hoeve werd na de vernieling van Huize Campina gebruikt in de aanvoerroute van het voedsel voor de Airborne's. Je werkte bij de Bata in Best. Bata in Best, directeur. Ja, vertel maar. Daar had ik een leidende functie, maar alles moest weg. Alle snotneuzen moesten naar Duitsland. Hoe oud was je toen? Toen was ik 19,5. 19,5. 12 januari. En in juli verjaardag, dus was 19,5. Nou, en meteen Jantje, die ging niet. Die dook onder. En kom bij Sjaak erachter. Dat wist ik dat ik er veilig was. Dat wist ik. Bij Sjaak.
Ik kende hier de omgeving in de Blinden toen ik met die kinderen van Leo naar school ging. Dus ik kende, zodoende kwam ik daarbij uit. Wanneer ben je van huis uit weggegaan, weet je dat nog? Meteen. En dat was in? 12 januari 1942. En toen was het koud hoor. En toen heb ik eerst bij het vee geslapen. Kun je daar nog aanwijzen waar dat ongeveer was? Was dat in het huis of was dat... Nee, in de schuur. In de schuur. Oh, Veuterlink. Ja. Veuterlink. Ja. En dat was dus erg koud? Dat was het koud, maar in het hooi is het niet koud. In het hooi. En een paar dekens erbij en dan lekker in het hooi. En dan moesten ze niet te kort in de hooiberg aan de buitenkant gaan liggen. Want als er een overval zou komen, dan stoken ze met bajonet in het hooi. Dus je moest niet aan de kant gaan liggen. Jullie hebben toen ook meegeholpen om de airborns die uiteindelijk in de Campina werden verstopt voor de Duitsers, ja, om die ook te helpen om, met, ja, met voedsel. Hè? Ja. Vertel eens, hoe ging dat van hieruit? Of ging dat vanuit? Dat ging van de Roond uit. Van de Roond. De boeren die allemaal op monument staan. Ja. Van de Roond ging dat. En toen op een zeker moment toen werd het te heet onder de voeten. Toen was er de een en ander gebeurd met Van Ham. Snor afgescheerd en zo. Een inval gedaan. En toen is de Groot. Die ging van hier op de Brandenstraatsendijk. Het huis voor Van Helvert. En die ging toen voor gedeeltelijk voor voedsel zorgen. Ja. En wat was jullie taak? Om hetgeen wat we konden dragen in, over de bruggetje, weet je wel, ja, bij hen bezorgen. En hetgeen wat zwaar was, dat ging met een bootje. Weet je wel, goeie. En dat bootje dat was afkomstig van een visser. En dat mochten we niet zeggen eigenlijk, maar we hebben het aan de rand verteld. Dat hebben ze een bootje teruggegeven. Ja. Eerst gingen met de rugzak en zo gingen wij over de Dommel met springstok. Maar toen thee erin was gevallen, toen hebben we iets anders bedacht. En toen zijn we Sjaak hier van die grote, lange, dreuge palen wezen halen. En die hebben we aan elkaar gekoppeld. En veel groen erop, dat ze niet opvielen. En mooi, een ophaalbrug gemaakt. En als wij daar aankwamen, dan moesten we eerst ons mellen aan deze kant van de Dommel. Voor die brug omlaag te laten. Ja, en hoe deed je dat? Hoe meldde je dan? Riep je iets of zo? Of? Nee, maar als ze ons zagen, dan wisten ze al, ze hoefden ons maar te zien. Want wie waren ze? Dat waren die airborns. Dat waren die airborns. Dus de soldaten moesten... Ja, die lagen dolfijn. Maar die lagen dolfijn. Kun je daar iets van vertellen? Hoe dat die daarbij lagen? Hadden die een tent of zo? Of? Die hadden tent en zeil. Allemaal door Klaas Dekker verzorgd. En Grat van de Meijden. Het werd weer spannend. Sergeant Pruitt schreef in zijn rapport... On 11 October 44, we thought we had been discovered. The Germans had started to build a wooden bridge over the river close by our hiding place. We decided to move off again. The same three guides took us to another wood. Alles liep verder vlot, tot opeens een kink in de kabel kwam. Al enige dagen lang waren de Duitsers bezig met het maken van een brug over de smalle stroom. 500 meter van het kamp bij de hoeve Balsfort. Ze spraken soms zo luid dat we in het kamp de geluiden konden horen. Enige der moffen die bij de brug lagen, niet vermoeden, gingen op een wandeling langs de smalle stroom naar de richting van het kamp. En voor ze er erg in hadden, stonden zij er vlakbij. De Amerikanen zagen ze, doch zij zagen een enkele, dat alleen de wacht. De moffen trokken er met geweld tussenuit en de Amerikanen, zich ontdekt voelend, durfden niet te schieten voor het lawaai. Trokken de andere kant heen terug en verborgen zich op ongeveer 500 meter in een bosje verder. Nou ik hier sta,
realiseer ik me heel goed dat mijn vader hier gelopen heeft. En hij is veel te vroeg, maar dat heb je al eerder gezegd, hij is veel te vroeg overleden. Dus ik wist van deze plekken helemaal niet af. En dan kom je op deze plek en dan voel je de stilte aan de ene kant. En bijna de agressie die er onder die varens verborgen ligt. En als je dan ook nog eens een keer realiseert dat ze dichtbij een brug aan het bouwen zijn, de Duitsers. En als je dan ook nog realiseert dat een paar Duitsers gewoon hier een wandelingetje gaan maken. En dan tegen een wachtpost aanlopen. En en dan onmiddellijk het hazenpad kiezen. Dus er is zoveel gebeuren, ja, terwijl het hier doodstil is. De laatste dagen zijn twee zoons van de weduwe Schut van de Hoeve Balsvoort met een onderduiker in koele bloeden door moffen vermoord. Schot in de nek, zo werden ze gevonden. Hier stond de hoeve, de voorkant van de boerderij, die stond aan de straatkant. En daar stond een schuur en dat was de hoeve Balsvoort. Eigendom toen in de tijd van natuurmonumenten, maar uitgebaat door de familie Schut. De Duitsers zijn hier op 4 oktober een inval komen doen, want ze vermoeden dat er onderduikers zaten. Ze hebben niemand gevonden, behalve één onderduiker, plus de twee broers Schut, die hebben ze meegenomen, Hein en Bernhard. De Duitsers hebben ze afgevoerd, want ze hadden ook nog zoiets van, er is ook een patrouille aangevallen, wij wilden die mensen meenemen voor verhoor. Halverwege zeg maar, deze dijk, de Balfoortseweg, had Bernhard het idee, ik ga plassen, toen probeerde hij te ontsnappen. De Duitsers zijn een rennend achterna gegaan en hebben hem toen doodgeschoten. Het lichaam in een greppel geschoven en de familie heeft nog dagen moeten zoeken om dat lichaam te kunnen vinden. Hein en die onderduiker die zijn dus meegevoerd verder richting Oosterwijk. Werden heel hard ondervraagd, flink geslagen ook. En uiteindelijk hebben ze bij het Groot Aardeven een nekschot gekregen. Daar zijn ze dus echt gewoon vermoord. En dat Groot Aardeven ligt dichtbij het Natuurtheater, dus bijna in het dorp Oosterwijk. De namen staan dus niet alleen op de boom daar bij het Groot Aardeven, in initialen, HS bijvoorbeeld. Maar ze staan ook op het verzetsmonument wat bij Boxter ligt op de Huisvennen. No, it was really okay. We were camping there and trying to keep them alive. And for the rest, okay. If you were got arrested, tough luck. If you were shot, tough luck. Not much what you could do about it. Is that how you reacted at that time? But you didn't pay any attention to that. In order to survive or what? The worst danger is what we did, but okay, that was the hele zaak. That was, really, we didn't think much further about it. We knew it was dangerous, but we didn't have any love for the moffen, so there was nothing to attract us to them, and we wanted to get rid of them anyway. Did you lose many men during that period? No, none of them were lost or wounded, not from us anyway. Now, and I don't know when that happened. I think that from the farm where I was locked up, you might say, that there were one or two people from that farm had been shot a short time before. For whatever reason, not direct part of us or anything to do with us, because they were also not involved. In de schuilplaats van de Airborns was de sfeer gespannen na de onverwachte confrontatie met de Duitsers. Het was duidelijk dat ze opnieuw moesten verkassen. In de Campina groeven ze zich in bij de huisvennen. Sergeant Burke schreef in zijn rapport: On 14 October 44, after these 3 weeks, we were forced to move on account of strong German forces discovering our position. We moved to a new position southeast of Boxtel in a swampy area. Through the underground, we were joined by a Polish officer and 4 British airborne troops. Pruitt had, zodra het licht werd, terrein verkend en had de plaats van het kamp gevonden. Het lag schitterend, tussen de vennen op een heuvel, rondom in het water en kurkdroog.
Ik had wederom de voedingsbanen verlegd en kwam in het kamp om te zien wat daar was gebeurd. Toen ik kwam, lag alles rustig bij elkaar. Ik zei dat de grond uit fijn zand bestond, stuifzand, en dat zij zich in moesten graven. Na veel moeite en nadat ik er zelf mee was begonnen, ik had schoppen, een zaag, een bijl bij boswachter Meijer geleend, hielpen ze me. Ze kregen er plezier in, trokken de jassen uit en ieder op de beurt hanteerde zij de schep. Het eerste gat werd 6 bij 5 meter. Zij waren aan het werk en ik ging weg naar boswachter Meijer. Dit is ook een mooie historische plek in de Tweede Wereldoorlog. Hier is een grote kuil, zo zijn er nog 2 iets kleinere kuilen. En daar hebben dus piloten in gezeten en glijderbemanningen en ook wat verzetslieden. Die kuilen die werden dus afgedekt met hout en twijgen, maar eerst moesten ze in een natuurlijke helling een rechte wand maken. Aan de achterzijde werd met plaggen ook een rechte wand gemaakt en daardoor werd er hout gelegd en uiteindelijk met een tentcel afgedekt. Die mensen kwamen ongeveer 40 uit het hertenkamp achter Huize Campina hier naartoe en later zijn uit alle richtingen hier nog meer mensen bijgekomen. 24 oktober zijn al die mensen zeg maar op weg gegaan richting Boksel, richting de vrijheid. Van verschillende kanten kwamen groepen in de Campina aan. Niet alleen airborns, ook Duitse deserteurs die krijgsgevangen waren gemaakt. Sergeant John Burke rapporteerde. On 21 October 44, 47 more American and British troops joined us. The next day, we made arrangements to pick up 4 German deserters who joined us, bringing with them ammunition and food. The following day, the underground brought us in 3 members of a C-47 crew. Die grote groep van 47 airborns had wekenlang in een klooster bij Drunen gezeten. Gliderpiloot Philips Jacobsen was 1 van de 47 airborns uit Drunen. In zijn rapport voor de inlichtingendienst schreef hij: PDF 2528, Flight Officer Philip Jacobsen went missing in action in 18 September 1944. On 16 October, Stoder, Leo and Arter moved them about 15 kilometers to a woods near Giersbergheim, where they stayed until 20 October. Beginning at 19:30 that night, they marched for about 9 hours to the woods at Campenoche, where they joined some 60 British and American airborne men. Kapelaan Slegers begeleidde de groep naar de Campina. Klaas, ze zitten in nood in Drunen en vannacht haal ik ze hier. Kapelaan Slegers sprak de wachtwoorden af en hij ging. Om 1 uur 's nachts zou hij ongeveer met de groep kunnen arriveren, nabij het kasteel De Nemelaar in Haren, op een 4-sprong bij de spoorlijn. Hans, we staan hier bij kasteel Nemelaar en dit is de ontmoetingsplek geweest van de laatste groep. Ja. Die zich heeft aangesloten bij de airborns in de Campina. Waar kwam die groep vandaan? Die kwamen voornamelijk uit het noorden van dit gebied, dus het Terloonse en Drunense Duinen en Biezenmartel. Dus een aantal hebben daar in de bossen gezeten, in de Drunense Duinen. En een aantal hebben verstopt gezeten in een van de kloosters in Biezenmartel. En die zijn uiteindelijk samengevoegd en als één groep. Zijn die dus hier naar de Nemelaar gekomen om vervolgens aan te sluiten bij de groep die al in de Campina zat. De boswachter Wim Meijer ging met mij mee. En wij maar wachten. Maar wie er kwam? Geen soldaat. En koud dat het was. En wij slecht gekleed. Het regende de hele nacht. Mooi weer voor een dergelijke expeditie. Om rond 4 uur kwam kapelaan Slegers met achter zich de jongens uit Drunen. Wij stonden in een struik en op een afstand van 50 meter riep ik air, waarop direct born volgde. Contact was gemaakt en snel ging het weer voort. Het mocht voor het werk namelijk niet te licht worden. Klaas Dekker schreef dat kapelaan Slegers met het hele stel verdwaald was. Ze hadden een boer uit zijn bed getrommeld om de weg te vragen. In het kamp aangekomen heb ik de jongens uit hun slaap gehaald. En ze uit hun tent gehaald en de vermoeiden er weer in om ze wat rust te gunnen. Er waren er bij die 5 uur lang met de Bren Gun op de nek hadden gelopen. Bewonderenswaardige kerels.
In oktober 1944 was de groep geallieerde airborns en Duitse krijgsgevangenen die in de Campina verstopt zat, aangegroeid tot meer dan 100 mannen. Bokstel zat zo langzamerhand vol Duitsers. De voedselvoorziening kwam in de knel. Klaas Dekker schreef in zijn verslag: de kanonnen begonnen harder te bulderen. De moffen trokken met grote eenheden terug. Er was wat te doen. De soldaten werden onrustiger. Zij poetsten geweren, maakten de wapens in orde. Kortom, ze wilden weg. Door het opdringen der geallieerden moest ik gelegenheid zoeken met deze troepen in aanraking te komen, om te vertellen dat ik een compagnie soldaten achter de knie had. Op 21 oktober 1944 besluiten de ondergrondse werkers samen met de Amerikanen en de Engelsen te kijken of dat er een manier is om uit te breken naar hun eigen linies. Klaas had als opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de mogelijkheden waren ten zuiden van Bokstel, richting Best. Hij kreeg al gauw te horen en te zien dat een uitbreek in die richting vrijwel onmogelijk was. Van de boeren in de omgeving hoorde hij dat er mijnenvelden waren aangelegd. En hij zag ook dat de Duitsers met enorme troepenverplaatsingen en een behoorlijke dichtheid aanwezig waren in die regio. Uiteindelijk kwamen ze allemaal weer in het kamp terecht en hebben de Amerikanen weten te overtuigen dat bijna onmogelijk was zonder zware verliezen om naar hun eigen linies door te breken. De Engelsen waren daar niet van overtuigd en die strubbelden nog wat tegen. Maar uiteindelijk met wat meer details over de situaties besloten ze toch om in het kamp te blijven. Diezelfde dag, 21 oktober 1944, als operatie Fazant in volle gang is, blijkt dat de Highlanders zich verplaatsen richting Bokstel. Ze komen al aardig dichtbij en de Duitsers besluiten om de bruggen op te blazen. Als eerste gaat de brug op de Schijndelseweg de lucht in en later ook de bruggen langs de nu bekende Brederodeweg, de ingang vanaf Bokstel Noord. Ferdinand Dekker, de oudste zoon van Klaas Dekker, leest uit het verslag van zijn vader. In de nacht van 23 op 24 oktober kwam ik thuis. Niets te horen dan in de verte schieten. Het was, mijn inziens, zeer rustig. Vroeg in de morgen werd ik wakker. Ik hoorde geratel van tanks, sprong gauw uit mijn bed en, zonder te eten, me onderweg geheel aankledend op weg om contact proberen te krijgen met de geallieerde troepen. Ik, de richting inrijdend van het geluid dat uit het oosten kwam. Op een heel oude damesfiets kwam ik achter het gesticht de La Salle aan het kanaal. Ik zette daar mijn fiets neer bij een boer en ging te voet op de kanaaloever aan, het laatste stukje kruipend. Geen Duitser te zien, wel aan de overkant twee Engelse soldaten in stelling bij een Bren gun. Ik vroeg een van hen of er een officier in de nabijheid was. Zij gaven geen antwoord. Nogmaals zei ik een officier te moeten spreken, daar ik bijzonder nieuws had. Yes, that was basically from, hey, I don't see any muffin. Yeah. Maybe you want to go. And they got very anxious. And Klaas had been able to contact some of the British troops that were there. And at first they didn't believe him. Eén der twee ging weg, kwam terug met een officier. Ik zei de officier dat ik 106 man airborners achter de linies verborgen hield en vroeg of er een of ander middel bestond om over de door regens zeer gezwollen Dommel te komen. Een van die soldaten was Herbert Harding. Herbert Harding heb ik ontmoet 15 jaar geleden in Schotland en hij heeft bevestigd dat hij toen een Nederlander heeft gesproken en dat was mijn vader. Klaas, die aan de Bokstelse kant van het kanaal met de Engelsen in contact is, krijgt van hen te horen om mee op te lopen
daar waar de Onrooische brug is opgeblazen. Dit is echter niet zo goed gebeurd en misschien is daar een mogelijkheid om aan de andere kant te komen. Ik sta hier op de plaats waar de opgeblazen brug langs de Schijndelse weg lag. En Klaas schrijft erover het volgende in zijn verslag. Door de brokken beton kon ik met mijn fiets niet zo vlug deze kant langs als de officieren en de twee mannen aan de overkant. Ik ging tegen de puinhopen van de opgeblazen brug omhoog en terwijl ik boven kwam keek ik in een stelling bezet met moffen. Ik kon hen aan de overkant niet meer waarschuwen. De moffen schoten op de drie Engelsen, die ik nog snel de weg langs het kanaal zag oversteken. Een van de moffen zag mij, greep naar zijn naast zich liggend geweer en begon te richten. Ik dook weg en zag kans met mijn fiets uit zijn schootsveld te komen. Klaas is inmiddels zo'n 100 meter verwijderd van het kanaal en loopt in zuidelijke richting een pad in om zodoende toch bij de Onrooische brug terecht te komen. Maar ondertussen ziet hij dat de Duitsers zich hebben ingegraven langs de dijk van het kanaal en het wordt een onmogelijke zaak om de brug nog te bereiken. Hij besluit daarop om weer terug te gaan naar het punt waar hij de Engelsen voor het eerst heeft gezien. Het was ongeveer 9 uur in de morgen. Ik ging weer terug naar de plaats waar ik de twee Engelsen had ontmoet en vroeg hen hoe alles was afgelopen. Ze zeiden alleen de officier was licht gewond in de schouder. Ik ben direct teruggegaan naar het kamp in de Huis Venne, ongeveer 11:30, en gaf een uiteenzetting aan de commandanten van wat ik had gezien en meegemaakt. Dat er waren 100, let's say 100 soldiers there. They didn't believe it. See, you're just full of, you know what. And then one of the people, I think the Pole, wrote a message and gave that to Klaas, so he had something to show. A note from, hey, yeah, we are here. Op de weg terug naar het kamp in de Huis Venne ziet Klaas dat een aantal Duitse compagnieën haastig bezig zijn Boksel te verlaten. Ook ziet hij dat de brug over het smalwater nog intact is. Verder op zijn weg naar de Huis Venne ziet Klaas nog allerhande Duitse troepenverplaatsingen, waardoor het wel erg druk wordt in noordelijke richting en in de richting van Haren waar het kamp gevestigd is. Direct na de uiteenzetting aan de airborners ging ik weer op pad, richting Bokstel. De twee laatste, met springstof geladen bruggen, waren die middag de lucht ingegaan. Eén brug, de Breukelse brug, bleef over. Gauw even naar huis om te zien of alles goed was. En ik weer verder naar de richting van het kasteel, waar ik langskom naar de weg Bokstel-Eindhoven. Ed de Bruin, een ex-onderduiker, ging met me mee. Op de grote weg was niets te zien. Ook de aldaar wonende burgers, Klein der Liemde, hadden geen Engelsen gezien. De moffen zijn lang weg, zeiden ze. Heel in de verte zag ik iets op de weg. Het kwam naderbij. Sergeant John Burke schreef in zijn rapport: On 24 October 44, we sent out a patrol to scout out a route to Bokstel. On this patrol, they engaged the enemy, killing one and capturing six. That night, we moved in force to Bokstel, encountering no opposition en route. Learning that the British forces were across the river and were held up due to a bridge being blown, we decided to stay in Bokstel. We did not see any German soldiers. True. We had heard that they were gone and there were probably a couple of them floating around somewhere. Ik joeg de burgers naar binnen en zei niet eerder buiten te komen dan dat de troepen er zouden zijn. Daar het anders kan voorkomen dat zij voor moffen zouden worden aangezien. Het waren panzerwagens, lichte en zware, geen tanks. De eerste reed door, de tweede stopte op mijn verzoek. We klommen erop en onder het rijden vroeg ik om de commandant. Deze zat in een zware panzerwagen. We reden tot aan de Dommel, waar de brug was vernield. Daar ontmoette ik de officier die ik mijn door Luton geschreven briefje afgaf. Het was ongeveer 2 uur. Hij probeert op de kaart uit te leggen waar de Amerikanen zich bevinden, maar deze is echter niet toereikend. Maar aan de hand van verschilmetingen op de kaart kan hij uitleggen hoe ver het nog is naar het kamp. De officier gelooft er allemaal niet zoveel van zijn verhaal, en besluit een radioverbinding te maken met een andere compagnie.
Uiteindelijk komt hij terug en schrijft een briefje geadresseerd aan Luton. Klaas probeert nog om de Engelsen over te halen, om verder te trekken, om de laatste Duitsers Boksel uit te jagen. Maar de officier heeft duidelijk te horen gekregen, tot aan de brug en niet verder. En geeft Klaas de mededeling dat de Amerikanen moeten blijven zitten waar ze zitten, totdat ze door de Engelsen worden verlost. Klaas gaat vanaf de Dommelbrug via kasteel Stapelen terug naar het kamp. Onderweg bemerkt hij dat de meeste Duitsers al weg zijn. Uiteindelijk op het kamp aangekomen, overhandigt hij het briefje van de Engelse officier gericht aan James Luton. They told them back, okay, if that's the case, let him stay and wait till we come. He grew up, brought that message back to the camp. And said, the heck? We've waited long enough, right? Yes, we are more interested in getting out of it. And since it was also what the other group, the British troops didn't know for sure, or didn't know, that the Germans in the meantime had drawn back. And the artillery, the flak by the near the house when it was it also disappeared. Een Engelse officier zei tegen Klaas Dekker: Klaas, we go to Boxtel to fight before the Jerry's are gone. Op 24 oktober tegen 5 uur in de middag ging de hele groep op weg naar Boxtel. Alles ging vlot. We liepen in gevechtsmars. Een Engelse luitenant met 8 Engelsen, Red Barretts, en ik waren de voorhoede. Ongeveer 100 meter daarachter kwam de grote groep. Ze liepen ongeveer 10 meter van elkaar en achter elkaar. Alleen de krijgsgevangenen met hun bewakers vormden een aaneengesloten groep. Op weg naar Boxtel hebben we geen mof ontmoet. Ofschoon zich in de nabijheid van de weg waar we langs gingen nog een 40-tal moffen uit de voeten maakten in de richting S. Klaas brengt uiteindelijk de groep militairen, helpers en krijgsgevangenen, tezamen wel 100 man, samen op kasteel Stapelen. Een kleine groep scheidt zich af om te kijken of dat de Engelsen bij de brug over de Dommel nog aanwezig zijn, maar dit blijkt niet zo te zijn en keren weer snel terug naar het kasteel. Dan gaan ze over de Burgakker naar de markt van Boxtel. Het is 24 oktober en er heerst een bevrijdingsstemming. Er worden dranken geschonken die al 5 jaar lang in de kelder hebben gelegen en de militairen worden voor de nacht ondergebracht op de markt en de omgeving. De volgende dag arriveren de Highlanders. Dan is er weer een bevrijdingsdag. Uiteindelijk gaan de militairen met Engelse voertuigen naar een volgende bestemming. In het rapport van sergeant Pruitt lezen we: On 24 October 44, we entered Boxtel, completely deserted of Germans. Klaas Dekker was our guide. We got in just after dark. The people of Boxtel put us up for the night, and the next morning, October 25th, contact was made with the British lines and arrangements were made to evacuate us. From Boxtel we went to Eindhoven and then on to Brussels. Soldiers came in and they were the liberators. Yes. And everybody said hurrah and they had flags out, etc. And they picked up the NSBers that were still available and had not fled and maybe, and picked up probably several Germans that were had stayed behind, found it better to stay behind if they could, so that they didn't have to fight any longer. They wanted to be a prisoner. So that night everybody had a ball in Boxtel. And then the next day the British came in from the other side to take it over and etc. And they officially liberated the Boxtel. So you had really two groups who could say, yeah, we won, yeah, we won. Boxtel is bevrijd. Boxtel is 2 keer bevrijd. Op 24 oktober door de Airborne's en op 25 oktober door de Highland Division. Boswachter Frans Kapteins staat stil bij de rol van zijn 2 collega's tijdens de Airborne-campagne in de Campina in 1944. Hij vertelt ook over het behoud van de schuilplaats in de Huisvennen voor de toekomst. In het verslag van Klaas Dekker komen de namen Aalt van Ham
en Wim Meijer als boswachters van Natuurmenten voor, die voor de natuur moesten zorgen hier. Maar als deze mensen niet te vertrouwen waren geweest, hadden hier nooit zoveel airborne's gezeten in alle veiligheid, zonder dat ze dus lastig werden gevallen door de Duitsers. Dus deze mensen verdienen eigenlijk een groot compliment en hebben goed meegeholpen om een oorlog beter te maken voor een heleboel mensen. De vennen zijn heel erg aan het verdrogen, dat weet ook bijna iedereen, heeft volop in de media gestaan. En daar moesten we iets tegen doen. En samen met het waterschap zijn we erachter gekomen dat naaldbomen niet alleen grondwater onttrekken, maar ook regenwater wat in de naalden blijft hangen, hele liters, die niet naar beneden komen en dus niet naar de vennen gaan. Vandaar dat we besloten hebben om dit hele gebied hier te kappen. Alle naaldhout is hier weggegaan. We hebben ook het naaldpakket van de grond afgehaald, behalve die bomen erachter. En dat heeft weer te maken met de cultuurhistorie. De cultuurhistorische waarde van een stukje Tweede Wereldoorlog. Want achter die bomen, en dat zijn dus bomen die zijn 70 jaar oud, hebben daar gezeten in ieder geval de geallieerden en een aantal deserteurs die dan veilig waren in dit gebied. Mijn vader is veel te vroeg overleden. En dus die hele oorlog, daar kreeg ik gewoon niks van mee. Behalve dan dat ik samen met hem zijn wapenverzameling poetste, oliede en onderhield. Daar heb je wel gevoelens bij, maar hij overleed veel te vroeg. En bovendien is er bij het overlijden van ons vader is eigenlijk heel veel het huis uitgeveegd. Dus ik had, zeker na het ruimen van zijn graf, had ik een tijd helemaal niks. Totdat ik hier kwam en toen zijn naam las. Ik had mijn vader weer terug. Door alle opnames die we hebben gehad, ja, heeft het een extra dimensie gekregen. Ja, ik vergelijk het met een boom in de wintertooi, dat zag ik. Ja. Dat werd ook geconcretiseerd. Ja. Maar door al die plekken te bezoeken, werd het een boom in een soort fris voorjaarsgroen. Ik zal nooit het hele verhaal kennen, want dat kan niet meer. Maar dit was wel degelijk een bijzondere aanvulling. En dat betekent het monument op dit moment voor mij. Nou, het monument is best belangrijk, omdat het natuurlijk weergeeft wat mijn vader met al die andere mensen heeft gedaan hier in de Campina en in een omboksel. En zoals de tekst laat zien, alles is vergeefs als we vergeten. We mogen dit natuurlijk ook nooit vergeten. Daarbij komt ook nog dat mijn vader is vrij vroeg gestorven. En is begraven op Munsel. Mijn moeder wilde dat niet, die wilde gecremeerd worden. Uiteindelijk is het graf geruimd en is dit monument toch wel een belangrijke plek voor mij geworden. Voor mezelf heb ik weinig met graven, maar dit is een erkenning voor mijn vader wat hier in de oorlog is gebeurd. En daardoor blijft het levendig ook voor de jeugd, waardoor de naam van mijn vader ook voortleeft. En niet alleen van mijn vader, maar van alle verzetsmensen die hier zeer actief hebben aan deelgenomen. Kijk, ik ben in 1938 geboren en ik was 6, 7 toen dit speelde, want dat speelt in 1944. En op de bevrijdingsdag van Boksel, de 24 oktober, 's morgens was de Zwaanse brug opgeblazen, ons huis vernield. Wij zaten in de schuilkelder en wij komen boven. En ja, het was in dubbele zin een bevrijding, want mijn vader en moeder die waren in feite bevrijd van het ondergrondse leven dat ze geleid hadden. Letterlijk, in die kelder en ook een beetje met het verzet. En het was de trouwdag van mijn ouders. Dus die twee dingen die spelen bij mij altijd en ook bij mijn zus. Dus als wij hier komen, mijn zus komt hier vaker dan ik. Als wij hier komen, en dan weet ik ook zeker dat dat bij haar speelt. Het zijn momenten
van een tijd die wij zelf nauwelijks hebben meegemaakt. Maar in verhalen, dat is altijd. In verhalen komen al die dingen terug en met foto's. Nou ja, en dan moet ik zeggen dat ik dan het wel fijn vind als ik hier ben. Ik had graag mijn moeder erbij gehad, hier in dit monument. Omdat mijn moeder zeker zoveel gedaan heeft aan de dingen die toen speelden als mijn vader. Omdat mijn moeder als vluchtelinge uit de Eerste Wereldoorlog weet wat het is om in een oorlog te leven en mensen te helpen. Het gedicht bij het verzetsmonument is van Victor Vroomkoning. Walter van der Laar kent het, want hij heeft het onder de naam Victor Vroomkoning geschreven. Ik was geen held. Als een dief in de nacht ging ik te werk. Als een mol zocht ik mijn weg. Een naam had ik, nog een gezicht. En wat ik deed moest uitgewist. Ik was niet meer dan een monddood mens die zijn hart liet schreeuwen tegen een onmenselijke staat. Ik was geen held, maar laat me in het openbaar bestaan. Me delen in de vrijheid van de grond die mij zo onvervreemdbaar lief was.